De meest kansrijke sectoren in België. De meest kansrijke sectoren in België zijn agri en food, transport en logistiek, met speciale aandacht voor mobiliteit en infrastructuur, life sciences en health, hernieuwbare energie, waaronder wind op zee, waterstof en carbon capture storage and usage, CCUS, in het Nederlands bekend als CO2-afvang en gebruik. ICT, waaronder digitalisering en artificiële intelligentie, AI. Circulaire economie. Belgische consumenten zijn echte Bourgondiërs. Zij zijn daarom bereid om meer te betalen voor hun voeding dan Nederlanders. Biologisch eten is de laatste jaren erg in trek. Het is zelfs zo dat het biologische aanbod momenteel niet aan de vraag voldoet. Ook is er een opmars van gluten- en lactosevrije producten. Aan de andere kant is er ook meer vraag naar kwalitatieve kant-en-klaar maaltijden. Deze trend is het gevolg van de veranderende snelle levensstijl in België. Een andere trend is de forse neerwaartse spiraal rondom vleesconsumptie. Tegelijkertijd geldt dat het stukje vlees dat men wel eet van goede kwaliteit moet zijn. Deze trends creëren kansen voor Nederlandse ondernemers in de volgende markten. Etnische voeding en dranken, dieetvoedingsmiddelen, zoals artikelen die vrij zijn van lactose, gluten of andere stoffen, food services en zogenaamd convenience food, dat bij verkoop al deels voorbereid is, biologische producten en bijbehorende biologische landbouw, urban farming, smart farming en circulaire landbouw. De centrale ligging van België in Europa maakt het land bij uitstek geschikt voor de sector transport en logistiek. Het goed uitgebouwde transportnet via land, waterwegen, spoor en luchthavens zorgt voor een efficiënt vervoer van vracht en personen. Om deze pluspunten up-to-date te houden, liggen er in deze sector kansen op het gebied van ICT-toepassingen en infrastructuurontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen, laadpalen voor elektrische auto's, spooraanbod, havenontwikkeling en binnenvaartinnovatie. België en Nederland worden beide geconfronteerd met uitdagingen in de zorg. Daarnaast geven beide landen veel geld uit aan welzijn en zorg en is er sprake van vergelijkbare markten. Zo kampt België net als Nederland met stijgende kosten voor gezondheidszorg en neemt het aantal ouderen in België de komende jaren toe. Om deze redenen zet België in op meer thuiszorg en een grotere rol voor de huisarts. De investeringen en uitdagingen in deze sector zijn groot, net als de behoeften. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren e-health en ouderenzorg. Denk daarbij aan verbeteringen in producten en diensten voor ziekenhuizen, zorgcentra en onderzoek. Maar ook aan ontwikkelingen binnen de geneeskunde en farmacie. De coronapandemie heeft de uitdagingen in de gehele sector nog verder blootgelegd. Samenwerking met de buurlanden is daardoor relevanter dan ooit. De CO2-uitstoot in België moet, net als in andere landen, flink omlaag. Onder andere de energiesector moet koolstofarm worden. Daarnaast moet de hoeveelheid hernieuwbare energie voor consumenten en bedrijven groeien. De ontwikkeling in de sector gaat snel. Innovatie, digitalisering en het gebruik van alternatieve energiedragers, zoals waterstof, spelen daarin een belangrijke rol. Dit biedt mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij de aanleg van windparken op zee en samenwerking rond waterstof en CO2-afvang en opslag. Als het gaat om digitalisering, staat het bedrijfsleven in zowel België als Nederland voor grote uitdagingen. Beide landen zijn sterk ontwikkeld op het vlak van artificiële intelligentietechnologie, vaak afgekort tot AI. Meer dan 80% van de Belgische bedrijven is op zoek naar digitale oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van AI. Het ontwikkelen van digitale skills bij personeel is daarbij belangrijk. De Nederlandse ambassade in België kan jou als ondernemer helpen om kansen te ontdekken. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan digitale handelsmissies en webinars. Of door regelmatig te kijken op de Belgische landenpagina op rvo.nl. Ook helpt de ambassade om deze markt te ontsluiten. Bijvoorbeeld door het delen van best practices of matchmaking.
België stelt net als Nederland ambitieuze doelstellingen op het gebied van circulaire economie. We delen de Green Deal-ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn. Deze ambities ondersteunen de mogelijkheid voor grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling op verschillende thema's binnen deze transitie. België doet het zoals gezegd erg goed als het gaat om recycling en afvalscheiding. Toch gaan de Belgische ambities verder dan dit. In 2030 wil het de belangrijkste Europese trekker zijn van de circulaire economie. Voor het Nederlandse MKB worden kansen geïdentificeerd binnen de domeinen duurzame en circulaire woning- en utiliteitsbouw, duurzame en circulaire infrastructuur, circulaire transitie wind op zee, plastics en chemische recycling en biobased economy. Binnen genoemde sectoren worden kansen geïdentificeerd binnen de gehele keten. Is jouw bedrijf actief in één van de genoemde sectoren en wil je weten of er kansen liggen in België? Neem dan contact op met RVO of met het buitenlandnetwerk van de Nederlandse overheid in België. Ook zijn er drie algemene trends die er spelen en voor jou als ondernemer kansen kunnen bieden. Recycling, investeringen in woningen en innovatiesamenwerking. België is koploper in het recyclen van afval. Om die positie te behouden valt winst te behalen op het vlak van productdesign en verpakkingen. Daarnaast moet de komende jaren in veel Belgische steden geïnvesteerd worden in de woningen. Onder andere in de renovatie van bestaande woningen en in energiebesparing. Ook innovatiesamenwerking blijft het komende jaar een speerpunt. Zo vormen de thema's duurzaamheid en digitalisering een rode draad als het gaat om zaken doen met België. Deze drie trends bieden mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers en investeerders in diverse sectoren. Meer weten over zaken doen met België? Wij denken graag met je mee.